Mogelijkheden op Canva waar je nog niks vanaf weet? Het zijn er een aantal. In deze video deel ik een aantal hidden features van deze tool. Wil je achter alle features komen? Ga dan naar het artikel via de link in de beschrijving. Wil je met een ontwerp een bepaald gevoel creëren en je bent op zoek naar kleuren die hierbij passen? Geen probleem! Canva Color Meaning helpt je daarbij. Stel, je wil groen in je ontwerp gebruiken. Typ dan in deze tool green in en selecteer de kleur groen die het beste past. Keuze genoeg! Ben je klaar met je in Canva gemaakte presentatie en wil je de inhoud ook voor een e-mail of blog gebruiken? Dat kan! Deze feature kun je gebruiken met Canva Premium. Klik in de blauwe header op Formaat wijzigen en Magic Switch. Klik op Omzetten in Doc. Kies wat je ervan wil maken. Een blogbericht, e-mail, gedicht of songtekst. Klik op Omzetten in Doc en dan krijg je precies wat je wil. Zet de tekst natuurlijk net als bij tools als ChatGPT wel altijd nog even naar eigen hand. Dan de laatste feature. Wist je dat je in Canva ook sneltoetsen kunt gebruiken om nog sneller en effectiever te werken? Bijvoorbeeld, voeg een cirkel toe door simpelweg op C te klikken. Je kunt een koppeling toevoegen met Ctrl+K. En voeg tekst toe met de letter T. Deze en meer snelkoppelingen vind je in het artikel. Snel en makkelijk! Dit zijn slechts 3 hidden features, maar er zijn er nog zoveel meer te ontdekken. Canva blijft zich ontwikkelen rondom AI. Hou het in de gaten!